Kijk, dit is opbouw. Dat is voor in de deuren te zetten. Kijk, die gaan zo tegen de deur aan. En dat sluit dan de kou af van buiten. Hè? Deze klusbussen rijden sinds woensdag door de Eindhovense Tivoli-buurt. Ze moeten arme gezinnen gaan helpen om de energierekening naar beneden te krijgen. Klussers proberen de verouderde huizen energiezuiniger te maken met kleine ingrepen. Er zijn dus heel veel mensen die gewoon s'avonds de lampen gewoon aandoen of ze overdag weggaan en dan brandt die s'avonds nog. Dus handige tijdschakelaartje ertussen bespaart toch stroom, energie. Dan hebben we de welbekende brievenbus tochtborstel. Dus dat is ook voor de tocht, hè. Vaak zijn die plastic helemaal verweerd, dan is dat gebroken. En dan hebben we een halve brievenbusklep, dus die worden vaak vernieuwd. Het is fijn dat er hier wat gedaan wordt in Eindhoven voor mensen in ja, soorten buurten die minder geld hebben, laat maar zeggen. Dus dat is wel fijn. Bij Martin is ook al het een en ander vervangen door de klusbus. Ze hebben bij ons gezorgd dat er folie achter de radiator is gekomen. En je hebt besparende douchekoppen die ze hebben. En als wij die kunnen helpen op deze manier, hè, dat ze misschien die lamp misschien niet kunnen kopen of die douchekop niet kunnen kopen, dan vindt de gemeente Eindhoven wel een hele goede actie, vind ik wel. De gemeente heeft bekeken in welke buurten de klusbussen het meest zouden helpen. Tivoli is daar dus één van. En het is ook een wijk waarin wij denken dat we door middel van kleine maatregelen heel snel stappen kunnen zetten in het verduurzamen en het verlagen van de energierekening van de mensen. Het is natuurlijk zien hoeveel het gaat helpen. En over een maand krijgen wij als goed is een enquête binnen en dan zullen we meer weten, denk ik. De eerste bussen rijden nu alleen door Tivoli. Volgend jaar zijn er ook andere wijken aan de beurt.